Ja, ik heb geen idee waarom u gekomen bent, maar als u hoop was dat ik een lans zou breken voor het fenomenale beleid van de huidige Amerikaanse president, dan adviseer ik u alsnog naar Superman te gaan of iets anders, een andere voorstelling te bezoeken in Delft. Want dat gaat het allemaal niet worden. De meesten van u herinneren zich waar zij waren toen ze hoorden van de aanslag op de Twin Towers en het Pentagon. Het Pentagon is eigenlijk een beetje weggezakt. Het is vooral natuurlijk de Twin Towers, omdat dat zo enorm spectaculair was. U weet, er is een filmpje van de aanslag op het Pentagon, maar dat wordt door de Amerikaanse regering niet vrijgegeven. Een van de hoofdredenen dat allerlei mensen denken dat het een samenzwering was, die ligt in het feit dat de Amerikaanse overheid zelf natuurlijk het onderzoek naar het voorspel en de gebeurtenissen en de nasleep in hoge mate heeft gesaboteerd, omdat dat haar in allerlei opzichten goed uitkomt. Wat dat betreft zijn de gebeurtenissen wel een beetje te vergelijken met de moord op Kennedy, hè, waar ook in feite de sabotage van de hele onderneming, van het hele onderzoek door J. Edgar Hoover ertoe geleid heeft dat verder allerlei dat allerlei sufkoppen er verschrikkelijke dingen van zijn gaan denken. Ik heb geen idee, ik geloof dat Delftse studenten de samenzwering zouden gaan onderzoeken. Heeft dat ook al resultaat opgeleverd of niet? En wat kwam eruit? Het is geen samenzwering. Zeg, dat is... Ja, moet u zeggen, daar ben ik nou weer niet zo verbaasd over. Want ik las ergens in zo'n... Of ik zag in die documentaire over die samenzwering... zag ik dat de springladingen die volgens de samenzweerders noodzakelijk waren... om de beide torens te laten instorten... die zouden geplaatst zijn door mannen in witte pakken. Dus ik denk, god, dat is dezelfde firma als in dat tijd in de Bijlmer... die kennelijk wereldwijd actief is. Maar ik had al begrepen dat het in de Bijlmer ook een kanaar was. Dus ik denk het zal hier ook wel weer een kanaar zijn. En er zijn natuurlijk zoveel redenen waarom dit natuurlijk nooit een samenzwering... Nou, goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. U herinnert zich ook nog wat in de dagen direct na 9/11... al zo voorspeld is op de televisie door diverse deskundigen... Eigenlijk is de hele nasleep van 9/11 ook weer eens een getuigenis voor het feit dat vandaag deskundigen er in het algemeen werkelijk geen hout van begrijpen. Want de deskundigen voorspelden dat dit een dramatische césuur in de wereldgeschiedenis zou zijn. Het zou gaan om het begin van een totaal nieuw tijdperk. De 21ste eeuw die was dus al even begonnen, maar die was nu pas echt begonnen en... Er was ook sprake van botsende beschavingen die bovendien maar door zouden blijven botsen in de loop van deze eeuw. En wat ons te wachten stond, dat was eigenlijk van een gruwelijke aard. Want overal in de grote steden van het Westen zouden in een voortdurend toenemend tempo dit soort van aanslagen aan de orde van de dag zijn. En nou ja, het was een apocalyptische toestand, laten we het maar even zo noemen. En u weet, dat is helemaal niet uitgekomen. Ik verwijs nog even naar onze minister-president Wim Kok, in het algemeen een betrekkelijk onverstoorbare mopperpot. Die aanvankelijk zich heel verstandig uitdrukte over de loop der dingen en nog gezegd had dat hij hoopte dat de Amerikaanse president... een beetje kalm en rustig zou reageren en de zaken niet op de spits zou gaan drijven en zo. Maar wat er vervolgens gebeurd is, weten we niet precies. Misschien heeft Bolkestein hem woedend opgebeld of is hij anderszins door andere staatshoofden met hel en verdoemenis bedreigd. Maar in ieder geval, 2 weken later bij de algemene beschouwingen verklaarde Wim Kok, Nederland is in oorlog. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert. Wij zijn dus nu al ruim 5 jaar in oorlog. Ik geef toe, we hebben er enorm weinig van gemerkt, maar we zijn al 5 jaar in oorlog. Dat geeft natuurlijk ook al aan dat hier voortdurend sprake is van retoriek die eigenlijk met de werkelijkheid niet zo verschrikkelijk veel van doen heeft. Toch is dat woord oorlog, daar wil ik een hoop aan op gaan hangen, want dat het woord oorlog is in dit verband van enorme betekenis, want van wie komt dat woord oorlog, van wie is dat idee... dat het hier zou gaan om een oorlog die wij zouden gaan voeren en die wij bovendien zouden gaan winnen. Denk ook aan het feit dat de NATO
Niet waar, die heeft op dat artikel geactiveerd waarin staat dat als een van de partijen wordt aangevallen, dat dan alle andere partijen ook zijn aangevallen. Dus het feit dat de Amerikaanse president George Bush op 10 september nog een waardeloze nietsnut laag in de peilingen stond. Op 11 september eerst nog wat verward en zo, maar daarna schoot hij als een raket omhoog in de opiniepeilingen. Niets kan je als president beter overkomen dan een flinke nationale ramp. Mits je natuurlijk adequaat reageert. Maar goed, daar zullen we het nu vanavond verder over gaan hebben. De president van de Verenigde Staten zei, wij gaan een oorlog tegen het terrorisme voeren. Dat die oorlog, daar is ook Nederland bij betrokken. En het is een feit dat op dit moment Nederlandse strijdkrachten actief zijn in een provincie in Afghanistan. En dat heeft direct van doen met die oorlog die wij voeren tegen het terrorisme. Dat komt ook omdat het Nederlandse kabinet waar wij nu mee zitten, of althans de zoveelste versie van dat kabinet, die heeft zich genoodzaakt gezien om zich te solidariseren met de Amerikaanse oorlog tegen het terrorisme. En zodoende doen wij nu in Afghanistan opbouwwerk. Al schijnt het dat de laatste dagen de missie van aard veranderd is, omdat men de indruk had dat het nog niet het moment was voor opbouwwerk. En als je zo leest over wat er gaande is, zeg je nee, ik geloof dat opbouwwerk en in het algemeen jeugdhokzorg daar nog niet op zijn plaats zijn. En we zullen zien of we al onze daar aanwezige soldaten ook weer levend terugkrijgen. Ik ben bang dat het helemaal niet erg veel van opbouwwerk zal komen ter plekke. Je kunt ook zeggen, het woord oorlog, dat is multidimensionaal. Er is ook een oorlog tegen de drugs en er is een oorlog tegen vlekken in de lakens. En ja, je kunt vrijwel overal een oorlog tegenvoeren, maar toch was wel duidelijk dat George Bush bij het gebruik van de term een oorlog tegen het terrorisme uitging van een min of meer reguliere oorlog waarbij grootschalig militair geweld gebruikt zou worden tegen deze terroristen. En hij zei ook bij die gelegenheid, niet alleen gaan wij die oorlog voeren, wij gaan hem ook op afzienbare termijn winnen. En alles wat daarna gekomen is, kun je zien in het raamwerk van het idee van de Amerikaanse president en zijn naaste medewerkers. Laten we zeggen de denkers achter hem, om het maar even zo te noemen. Want u weet, hij is geen hands-on president. Hij let alleen op de grote lijnen. Soms denk je wel eens de hele, hele, hele grote lijnen eigenlijk. Of dat hij zo hoog vliegt met Air Force One dat hij helemaal geen lijnen meer ziet. Dat kan ook nog wel eens het geval zijn. Die oorlogssituatie heeft bepaald wat er vervolgens gebeurd is. En ik wil daar, dat wil ik opsplitsen in drie onderdelen eigenlijk. Dat is onderdeel 1 natuurlijk de actie tegen Afghanistan. Op zichzelf legitieme onderneming waar de hele internationale gemeenschap wel reden voor zag. En die ook door de internationale gemeenschap is gebilligd. De NATO doet daar dus nu aan mee. De tweede onderdeel van die oorlog tegen terrorisme, dat is de unilaterale, ondersteund dan door de Engelse aanval op Irak, die tot alle mogelijke praktische problemen heeft geleid, waar we het ook nog over zullen hebben. En het derde onderdeel van zijn optreden in het kader van die oorlog tegen het terrorisme, dat is de immense expansie van de macht van de Amerikaanse president als gevolg van die zogenaamde oorlogstoestand, wat ik u al zei, er is van een echte oorlogstoestand evident geen sprake, of het is wel een hele rare oorlogstoestand. En daarbij speelt een rol dat eigenlijk 9/11, afgezien van Afghanistan, door de zittende Amerikaanse regering gebruikt is, ik mag wel zeggen meedogenloos gebruikt is, zeer efficiënt gebruikt is, om een politieke agenda te realiseren die eigenlijk met dat terrorisme niet zo verschrikkelijk veel te maken had. En de twee hoofdpunten van die agenda waren een aanval op Irak, A, en de vergroting van de macht van de Amerikaanse president, B. Beiden zijn uitgevoerd. Alleen,
zijn we nu 5 jaar verder en bevindt de president zich in grote problemen als gevolg van die 2 uitgevoerde agendapunten. Maar nogmaals, die agendapunten waren er al voor 9/11. Alleen, dat begrepen die conservatieve republikeinen ook wel. Dat was onuitvoerbaar zonder dat zich een of andere verschrikkelijk incident of drama zou hebben voorgedaan. En je moet zich voorstellen dat na de eerste schrik van 9/11, met name de denkers in deze club, en dat wil zeggen Rumsfeld en Cheney en nog her en der iemand, dat die dachten van hallo, dit is een unieke kans om te doen wat we al die tijd al van plan waren, maar wat we natuurlijk helemaal niet konden doen. Maar eerst Afghanistan, want het broddelen begint in Afghanistan. U herinnert zich nog wel dat net was gebeurd en wat men ging naar Afghanistan, of liever gezegd, Afghanistan stond in het centrum de aanvalslust en daar ging het om het oppikken van de het vernietigen van de organisatie die deze terroristische aanslagen had bedacht en gepland en liefst het vangen van de leiders van die organisatie, Bin Laden en zijn naaste medewerkers. En het is natuurlijk een feit dat de Amerikanen de hele infrastructuur van Al-Qaeda in Afghanistan op een relatief korte termijn hebben vernietigd door middel van bombardementen, maar het is ook zo, en dat weten we ook allemaal, dat Bin Laden tot op heden niet gepakt is en zich ergens in West-Pakistan bevindt en het schijnt zelfs dat de CIA al jaren geleden besloten heeft van dat ze hem toch niet konden vinden en die hele afdeling maar gesloten heeft die zich op bezig hield met het zoeken naar Bin Laden. En je zou nog kunnen betogen dat het betrekkelijk rationeel is om hem op vrije voeten te laten. Als hij toch niet veel organisatie meer heeft, dan is hij een soort demon die rondzwerft en die je voortdurend kunt aanroepen, nietwaar, als een ontzaggelijke, verschrikkelijke, ontzettende bedreiging die het noodzakelijk maakt voor de Amerikaanse president om een war president te blijven. Hè? Bij de minste of geringste gelegenheid kan ik u verzekeren, als Bush wordt geïnterviewd, zegt hij, ja, I'm a war president. Hè? Waarom zegt hij dat? Om die enorme expansie van zijn macht in feite te rechtvaardigen, om die een soort van politieke basis te geven. U herinnert zich nog dat aanvankelijk met het Taliban-regime is onbehandeld. Met 2 gekken ergens in Pakistan. Het was een betrekkelijk komieke vertoning. En ik meen na een dikke week of zo. De Amerikanen zeiden namelijk, als jullie Bin Laden uitleveren, dan kunnen jullie rustig blijven zitten. So much voor al die latere praatjes dat het ging om de democratisering van Afghanistan en het feminisme dat ook een flinke zet zou krijgen in Afghanistan. En ik meen ook dat de Taliban het vliegeren had verboden. Dat is een organisatie die eigenlijk heel weinig plezier in het leven schept. Dus die hadden ook het vliegeren verboden. En een van de hoofddoelstellingen van de Amerikaanse aanval was het herstel van het recht op vliegeren in Kabul. Maar dat was dus helemaal niet het oorspronkelijke uitgangspunt. Toen bleek het Taliban-regime zei, ja sorry, wij kunnen Bin Laden niet uitleveren, of ze dat nou niet wilden of niet konden, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Dus vanaf dat moment zijn de Amerikanen gaan bombarderen. Ze hebben nog betrekkelijk lang gebombardeerd, een week of wat. Dat is een heel interessante scène in dat boek van Woodward, Bush at War. Dat is eigenlijk een hagiografisch boek. Maar tegelijkertijd, als u let op de citaten van de president, dan ziet u de bui al hangen. Sorry dat ik het zeggen moet voor de teleurgestelde onder u. Het is geen groot denker. Ja, ik weet niet hoe u hier naartoe bent gekomen. Ik zal maar zeggen, vergeleken met Bush is Balkenende een genie. Nou is die lang niet dom, Balkenende dan. Ja, wat je verder van hem mogen denken. We hebben tenminste minister-presidenten die, laten we zeggen, die enig verstand van zaken hebben en wel eens een dossier lezen en in staat zijn tot intellectuele reflectie. Misschien moet ik hier toch iets zeggen over Bush voordat u gaat denken dat hij dom is. Want dat is hij niet. Hij is niet dom. Hij is streetwise. Hij is op een bepaalde manier smart, zoals dat heet. Maar Bush is een type. Als iemand van u vroeger koorlid is geweest, dan kent u het type wel.
dat is een bepaald soort van jongen die op zichzelf in staat is om na enig geworstel en met de een of de andere kant op, totdat dan uiteindelijk ook jurist te worden, of tandarts, of veearts, of wat pa zo'n beetje was. Hè, u kent dat wel, de academische provinciale elite. Ja, combinatie van hockey en veterinaire ontspanning, hoeven we dan helemaal niet uit te leggen allemaal. En dat zijn jongens die zijn van een middelbare school afgekomen. Dus dan, als je het in Nederland het VWO doet, kun je niet helemaal achterlijk zijn. En vervolgens studeren ze ook. Dus daar blijkt ook wel dat ze niet helemaal achterlijk zijn. Maar, en daar nu komt de crux van dit verhaal. Zij zijn wat je in het Engels noemt willfully ignorant. Zij willen niks weten. Buiten datgene wat je noodzakelijkerwijs lullig genoeg wel moet weten. Vroeger had je daar ook repetitoren voor. Die zijn uitgestorven, maar dat geeft het ook een beetje aan. Dat je dat niet thuis allemaal zelf moest gaan leren. Maar dat je vader per maand een paar honderd gulden overmaakte naar iemand die het bij jou in je hoofd stampte. Met zo'n speciaal daarvoor ontwikkeld toestel. Dat is George Bush. George Bush, als u ooit koorlid bent geweest of u kent ze, dan weet u dat daar een volkomen anti-intellectuele sfeer hangt. Een man, kijk dat vrouwenboeken lezen, nou ja, het zij zo. Ja, wat kunnen ze anders doen, hè? Waar zijn ze anders goed voor? Hè? Maar een man die een boek leest zonder dat dat moet, zonder dat dat dringend noodzakelijk is voor het verwerven van een inkomen of om hockeyscheidsrechter te worden, daar is iets mee mis. Hè? Dat is een sissy, dat is iemand die... Ja, al dat denken, al dat tobben, al die twijfel, al die ambivalentie. Weg met intellectuele eggheads. Dat is Bush ten voeten uit. Een man met een immens dédain voor intellectuelen. Voor datgene wat hij niet is, maar ook helemaal niet wil zijn. Hij is er trots op dat hij in Yale en in Harvard alleen maar 6 minnen heeft gehaald. Dat is een distinctie. Hè? Dat is iemand, een man die hoge cijfers haalt, dat ja, voor zuipen en zo. Ja, als daar cijfers voor gegeven zouden worden, dan... Dat is George Bush, denk ik. Willfully ignorant. Een man niet in staat tot serieuze intellectuele reflectie. En ja, het zal u niet verbazen dat ik van mening ben dat een Amerikaanse president daar wel toe in staat moet zijn, want dat... in allerlei omstandigheden het nuttige is dat hij zelf na kan denken over de vraag, moet dit wel of moet dit niet, of is er mogelijkerwijs twijfel aan deze voorstellen enzovoort. Ik hoop dat ik daarmee voldoende over George Bush heb gezegd. We waren bezig te bombarderen. En dan is er een scène in dat boek van Woodward. U weet, die boeken van Woodward, dat zijn enorm slechte boeken, maar die toch enorm waardevol zijn voor de historicus. Want hij krijgt iedereen van enig belang krijgt die te spreken. Maar, dus je moet alleen afgaan op de quotations en de hele rest is flauwekul. Maar je hebt er als historicus wel iets aan. En dan Rumsfeld meldt in de kabinetsvergadering. We hebben alles gebombardeerd in Afghanistan wat de moeite van het bombarderen waard is. Waarop er een enigszins pijnlijke stilte valt. Wat nu? Ten slotte stelt iemand voor, laten we het nog een keer doen. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben nog een keer alles gebombardeerd. Maar nu, als u even nadenkt, vanaf het moment, niet waar, dat de actie tegen Afghanistan was aangekondigd, en het moment dat alles voor de tweede keer grondig was gebombardeerd, ja, de Amerikanen hebben de spullen om te bombarderen, dus ja, dan ga je eens gemakkelijk zoiets doen. Er is wel eens gezegd dat het laat zich aardig vergelijken met als je een uitstekende hamer hebt, dan lijken alle problemen op spijkers. De Amerikanen hebben een enorm omvangrijk, peperduur, supermodern militair apparaat. Dus altijd als er iets aan de hand is, denken ze, nou ja, weet je wat, dan, we hebben dat apparaat, laten we het ook maar gebruiken. We zijn nu weken verder. We zijn nu weken ver. En het was onze taak, ik spreek even namens het Witte Huis en zo. Het was onze taak om Bin Laden en zijn Nindaaste medewerkers te vangen.
En we hadden ook verklaard dat geen offer zou ons te veel zijn om dat te doen. Bodybags, daar waren we nu, dit was zo erg dat absoluut alles was in principe mogelijk. Maar nu verplaatsen wij ons naar Bin Laden. Die woonde namelijk in een huis in Kabul. We wisten precies waar dat was, staat daar nog. Ik weet niet of het toch een toeristische trekpleister is geworden, maar dat zal wel niet lang duren, denk ik. Zodra we klaar zijn met het opbouwwerk, schat ik zo. U bent Bin Laden. En was u nou al die weken thuis gebleven? Dat is even, nou rustig aan maar. Hè? Dat uw vrouwen wel ongerust begonnen te worden. Hè, van God, Bin, zou je nou niet... kunnen we nou niet vertrekken? Want ja, vroeg of laat komen die Amerikanen hier aan de deur. Nee. Dat loopt zo vaak niet. Hè? En als ze bellen, dan bied je ze een kop thee aan. En dan kunnen we altijd nog eens in gesprek gaan over wat er verder voor problemen zouden zijn. Nee, natuurlijk. U blijft daar niet zitten in dat huis. U maakt u uit de voeten. Hè? Wat hadden de Amerikanen natuurlijk moeten doen? Die hadden binnen 1 week, minimaal, hadden ze, weet ik veel, 4000 man special forces moeten droppen met gevechtshelikopters en kijken of ze Bin Laden en zijn naaste medewerkers te pakken konden krijgen. Nu waren de vogels gevlogen. Waarheen waren zij gevlogen? Dat herinnert u zich ook nog wel. Het Tora Bora gebergte. Ja, het is allemaal zo'n beetje in de ban van de ringachtige toestanden. Hè? Als Tolkien nog zou leven, zou hij waarschijnlijk een tweede deel schrijven, het Tora Bora gebergte. Hè? De hobbits in het Tora Bora gebergte. Ja, hoewel de hobbits een stuk kleiner waren dan Bin Laden. Op een goed moment hebben ze, naar ik heb begrepen, ja, het is allemaal interessant om te weten, hoe is Bin Laden door Afghanistan gereisd? Want u weet, Bin Laden reisde altijd per Toyota Land Cruiser. Als u een beetje status wil verwerven in dit type van gezelschappen, moet u een Toyota Land Cruiser aanschaffen. Dat zijn namelijk de auto's die gebeld worden als de Land Rovers vast zijn gelopen. Ik merk wel dat dit een publiek is wat geen idee van auto's heeft. Hè? Dat vind ik wel schattig eigenlijk. Hè? Ik denk het meest gemotoriseerde waarmee u bent gekomen is waarschijnlijk zo'n snorfiets. Hè? Dat is het zo'n beetje. Want je hebt ook wel publiek wat dan meteen begint te begint te roepen als ik dat zeg over die Land Rovers en die Toyota Land Cruisers. Als ik in dit tempo doorga, dan komen we niet ver. Op een gegeven moment schijnt men geweten te hebben dat Bin Laden en zijn medewerkers op een bepaalde locatie in het Tora Bora gebergte waren. En het Pentagon wordt gealarmeerd en er wordt gezegd, nu moet je zorgen dat je in no time zoveel mogelijk mensen ter plekke hebt om te kijken of je hem kunt pakken. En wat zegt het Pentagon? Nou, daar hebben we niet zo'n zin in, want dat is logistiek een hele vervelende operatie. Het is bovendien slecht weer en we laten het over aan de Noordelijke Alliantie. En dan kan ik u verzekeren dat als je ooit aan iemand iets wil overlaten, dan niet aan de Noordelijke Alliantie. Een door en door onbetrouwbaar gezelschap. U zou natuurlijk ook nog kunnen zeggen, kortom, ze hebben Bin Laden gemist. Die is vanuit het Tora Bora gebergte naar Waziristan, hè, Noord of Zuid Waziristan, verdwenen. Enorme gebieden, hè, daar wordt wel gezegd dat ze die man niet vinden kunnen. Hoe is het mogelijk? Hè? Maar dat zijn allemaal gebieden die groter zijn dan Frankrijk en totaal onherbergzaam. En dat is zo simpel niet allemaal als het misschien op het eerste gezicht wel lijkt. U zou natuurlijk nog kunnen zeggen, ja, dat kun je allemaal achteraf wel beweren, maar ik bedoel, dat was toch op dat moment niet duidelijk aan die mensen. Die deden toch ook hun best onder moeilijke en ondoorzichtige omstandigheden? Nee. Leest u dat bijzonder aardige boek, heel wat beter dan dat van Woodward, van die meneer Clark, Against All Enemies. En dan zult u zien dat de mensen die zich bezighielden met terrorismebestrijding en die iets wisten van Al-Qaeda, dat die al die eerste dagen verbijsterd waren over de rare opvolging der gebeurtenissen. Niet waar dat allemaal zo traag ging, dat er geen special forces werden gebruikt, dat er niet onmiddellijk gereageerd werd. Het is, leest u Woodward, daar staan de wonderlijkste passages in.
U moet weten dat de Amerikanen hebben natuurlijk veel gebombardeerd in Afghanistan, maar voordat ze konden gaan bombarderen, moeten er eerst speciale troepen die het Amerikaanse leger heeft overal aanwezig zijn, die wanneer een piloot wordt neergeschoten, ervoor zorgen dat de piloot onmiddellijk gered wordt uit zijn penibele omstandigheden. En op dat moment zijn ze nog niet met bombarderen begonnen. Dan wordt aan Rumsfeld gevraagd, waarom zijn die teams nog niet ter plekke? En dan zegt Rumsfeld, ja, het was zo slecht weer. Dat je denkt, hoezo slecht weer? Ja, daar heb ik in de tijd de Duitse Weermacht nooit over gehoord. Ja, stel voor dat die hadden gezegd, ja, Rusland, veel slecht weer. Daar beginnen we maar niet aan. Hadden ze overigens, zou dat een heel verstandige reactie zijn geweest in dit geval. Bedenk ik mij nu. Het begint dus al, Afghanistan is al een voorbeeld naar mijn ideeën, niet alleen het mijne, van de volstrekte incompetentie waarmee de war on terrorism in dit allereerste legitieme geval is uitgevoerd. Diezelfde Clark geeft mij de gelegenheid om over te stappen naar het volgende onderwerp, namelijk de oorlog tegen Irak. Want Clark en zijn team, O.C. Clark was een overblijfsel van de terrorismebestrijding van Bill Clinton. Lees dat boek, want het is ook heel interessant dat Clark eigenlijk vanaf 20 januari 2001 vraagt Clark aandacht voor Al-Qaeda en de terrorismebestrijding. En niemand in de regering Bush is ook maar voor een meter geïnteresseerd in terrorismebestrijding. Datgene wat hen dag in dag uit preoccupeert en waar ze voortdurend over vergaderen, is Irak. Hoe kunnen ze het zo aan de stilsteken dat, hè, wat zou er moeten gebeuren om en wat zouden ze dan gaan doen als dat uiteindelijk zo'n actie tegen Irak mogelijk was. Clark en zijn medewerkers komen de president tegen, ik meen op de dag van 9-11. En dan zegt de president tegen Clark, zoek eens uit wat Saddam Hussein hiermee te maken heeft. He, dus met 9-11. En dan zegt Clark, die zegt van, nou, Mr. President, daar heeft Saddam Hussein helemaal niks mee te maken. Dat is algemeen bekend in de intelligence community, dat Saddam Hussein niks met Al-Qaeda te maken heeft. Sterker nog, dat ze enorm de pest aan elkaar hebben. En nou, dat er allerlei frictie is geweest tussen die organisaties, voor zover ze ooit iets met elkaar te maken hebben gehad. En dan raakt de president, die raakt gealarmeerd, niet geïrriteerd, en zegt van ja, daar heb ik niks mee te maken, zoek het maar uit. He, dus op dat moment, in feite binnen 24 uur, zijn er kennelijk al mensen geweest die tegen de president hebben gezegd, hey, dit is je kans, dit is onze kans om een aanval op Irak uit te voeren. En heel snel wordt dat ook, begint men met de voorbereiding. Begin november begint Rumsfeld met de planning in het Pentagon voor een aanval op Irak. Het besluit om Irak aan te vallen is al gevallen ergens in het voorjaar, vroege zomer van 2002. Een jaar voordat daadwerkelijk Irak werd aangevallen. In zekere zin werd ons dat al aangekondigd in natuurlijk de State of the Union van januari 2002, waarin de fameuze term Axis of Evil werd gebruikt. De Axis of Evil, dat was Irak, en dat was Iran, en dat was Noord-Korea. Waarmee ook natuurlijk de suggestie werd gewekt dat deze ongelukkige dictatoriaal geregeerde staten, waar die allemaal op de grens van de armoede balanceren, nou ja, misschien Iran dan niet vanwege de olie, maar erg ernstig is het allemaal niet. Laat u vooral toch niet wijsmaken dat deze drie, nou goed, het ene regime is ondertussen verdwenen, maar dat die twee andere knullige regimes een soort bedreiging van de wereld zijn, of van de wereldvrede. Dat komt voor een heel belangrijk gedeelte uit de koker van de Amerikanen. De demonisering van deze beide rogue states, het zijn akelige regimes. Maar of Noord-Korea een bom heeft, is zeer de vraag. En zelfs als Iran alles op alles zou zetten, zouden ze op zijn best binnen enkele jaren één of enkele wapens kunnen hebben waarvan we nog moeten afvragen of die direct bruikbaar zouden zijn en wat zouden ze daar dan eigenlijk precies mee moeten doen. Als we nou iets weten van nucleaire wapens, is dat degene die ze ooit gebruikt, dat die een soort van nationale suïcide pleegt, hoe ze ook gebruikt zullen worden. Het zijn in essentie onbruikbare wapens.
En misschien als de Amerikanen de beide regimes niet zo bang hadden gemaakt, zouden ze niet alles op alles hebben gezet om zo snel mogelijk nucleaire wapens te ontwikkelen. Oké. Dit terzijde. The Axis of Evil. Aanvankelijk heb ik begrepen, toch vooral in die State of the Union gezet, het ging om Irak. Maar omdat ze het een beetje ruimer wouden nemen, dachten ze, weet je wat, we zetten Perzië, Iran en Noord-Korea zetten we er ook bij. Kortom, ze hadden besloten in feite al om een aanval op Irak in te zetten. Maar zoals wij weten, was er een heel vervelend probleem als het ging om een Amerikaanse aanval op en bezetting van Irak, namelijk dat ze daar moest zijn, A, niks met Al-Qaeda te maken had. Dus er moest iets verzonnen worden, waardoor het duidelijk kon worden gemaakt dat hij er wel iets mee te maken had. Kortom, er moest een omvangrijke, goed gestructureerde leugencampagne worden opgezet om te suggereren dat Saddam iets met Al-Qaeda te maken had. En er moest een tweede campagne worden opgezet om duidelijk te maken dat hij beschikte over massavernietigingswapens en de wil om die eventueel te gebruiken. Ik moet zeggen dat de Amerikaanse regering eigenlijk boven verwachting is geslaagd in haar opzet om, laten we zeggen, langs leugenachtige wijze de mensen wijs te maken dat Irak een enorm gevaar zou zijn voor de regio, voor de wereld en in het bijzonder ook voor de Verenigde Staten. U zegt natuurlijk weer tegen uzelf, ja, dat kan niet nou makkelijk zeggen, hè, we zijn 5 jaar verder en Irak is bezet geraakt en we weten dat de massavernietigingswapens, dat die ding gevonden zijn. En we weten nu ook dat die met Al-Qaeda geen pest te maken had en zo. Maar ja, wat heb je aan kennis achteraf? Hè? Dat is altijd het probleem van historici. Die weten precies hoe het zit, maar meestal 25 jaar te laat. Maar dat is nou het aardige van de situatie die in Irak bestond. Dat iedereen die een beetje had opgelet, iedereen die een beetje bij de tijd was, iedereen die zijn krant een beetje aandachtig had gelezen, iedereen die een beetje rondhopte over het internet en dat met een zeker overleg deed, kon weten. A. Dat Saddam niets met Al-Qaeda te maken had. B. Dat Saddam Hussein naar alle waarschijnlijkheid niet beschikte over massavernietigingswapens. En ik zal u vertellen waarom dat het geval was en waarom, als u het gedacht heeft, u houdt zich niet professioneel met deze zaken bezig, dus ik wil u dat in principe niet verwijten. En bovendien heeft u Colin Powell gezien, wanneer was het? Begin februari 2003. En u vertrouwde die Powell wel. Dat was dus niet verstandig. Vergeet niet dat deze brave man elke ochtend wakker wordt met de realisatie dat hij in dienst van deze cynische leugenaars, niet waar, zijn hele reputatie verspeeld heeft. Niet voor niks heeft hij laatst een briefje geschreven dat hij eens is met senator John McCain, dat de Amerikaanse regering niet de vrijbrief moet krijgen om allerlei lieden te gaan martelen, om daar speciale geheimen aan te ontlokken. Onbegrijpelijke zaken, zullen we het zo ook nog even over hebben. Nee, u kon het weten. Iedereen kon het weten. De Nederlandse regering kon het ook weten. Arend-Jan Boekestein kon het ook weten. Iedereen kon het weten. En ik zal u uitleggen waarom dat was. Omdat ten aanzien van de contacten met Al-Qaeda eigenlijk al direct duidelijk was dat er uiterst op zijn best geruchten waren die door de Amerikaanse regering in omloop waren gebracht. In de aanloop naar, laat maar zeggen, die getuigenis van Powell, had allerlei personeel van de CIA onder de top, dus niet Tenet en niet de laag daaronder, maar de laag daaronder, laten uitlekken in de Amerikaanse pers: wij worden onder druk gezet. Wat wij zeggen wordt gemanipuleerd. Dat is, zoals dat zo fraai heet, cherrypicking. Er wordt alleen maar uitgehaald wat de regering bevalt. Het is een hele wonderlijke zaak, maar niemand die erop gelet heeft. Begin januari 2003 heeft dat atoomagentschap van Baradij een rapport gepubliceerd. U herinnert zich nog, toen was er alweer 3 maanden bijna geïnspecteerd in Irak. He, vanaf het najaar van 2002 was er geïnspecteerd. Toen heeft het atoomagentschap een rapport gepubliceerd waarin stond dat nergens in Irak, nog in het water, nog in de grond, nog in de lucht, enig spoor van radioactiviteit was gevonden. En dat het op grond daarvan en op grond van het feit dat het nucleaire programma eerder in de jaren 90 volledig was uitgeschakeld, totaal onwaarschijnlijk was
Niet waar wat Cheney beweerde en wat Rice beweerde? Ook zo'n sympathieke jonge vrouw en wat fijn dat een sympathieke zwarte jonge vrouw het zo ver gebracht heeft. Maar zij is ook een onderdeel van deze cynische leugenmachine die uiteindelijk tot die aanval heeft geleid. Ja, ze probeert nu een beetje haar leven te beteren, maar ik ben er niet zo verschrikkelijk van onder de indruk, eerlijk gezegd. Wat Cheney zei was controleerbaar onjuist. En dat stond wel in de kranten, maar pagina 23 en u kent dat wel, hè? Links onderaan op pagina 8, waar u nooit komt. Want u begint feitelijk met de achterkant en dan kijkt u nog even op de voorkant en dan kijkt u nog even naar de strips en dan gaat hij de krantenbak in. Hè? Laten we daar realistisch over zijn. Ja, de metro is eigenlijk precies de wijze, hè? Die kunt u, daar kunt u de hele krant zo lezen als u de NRC pragmatisch leest. Ja. Nee, iedereen kon het weten. U weet ook dat de Nederlandse regering, die zich zo solidair verklaard heeft met deze Amerikaanse onderneming, dat de Nederlandse regering, die heeft dat toen gedaan op basis van een geheime rapportages van de Amerikaanse overheid. De Nederlandse parlement heeft al verschillende malen gevraagd om openbaar maken, of althans in die commissie, ze hebben zo'n geheime commissie, laat eens zien wat dat is, wat daar dan in staat. Dat weigert de Nederlandse regering. Waarom? Omdat daar precies dezelfde leugens in staan als die de Amerikanen ook in het openbaar over deze zaak verteld hebben. Vervolgens hebben ze dus inderdaad ik zou nog kunnen zeggen, allee, het was niet uitgesloten dat in Irak oude voorraden voor biochemische wapens aanwezig waren. Maar daarvan zou ik het volgende willen zeggen. Er wordt altijd de suggestie gewekt dat je koopt een scheikundedoos bij de speelgoedwinkel om de hoek. En dan bestel je wat spulletjes en dan kun je zo verschrikkelijke wapens maken. En die kun je... Als je dan een beetje zo'n doosje vol met antrax hebt gemaakt, dan kun je dat in een trechtertje gieten en in een kegeltje en dat schroef je dan bovenop de raket. Dat is allemaal niet zo simpel, dames en heren. Effectieve biochemische wapens, dat is een hele lastige zaak. To weaponize dat soort van stoffen, dat is een complexe onderneming, want dat moet in de juiste dichtheid en de juiste kleine deeltjes. En nou, dat is allemaal nog zo simpel niet, hè? In de krant wordt de suggestie gewekt dat iedereen dat kan op elk denkbaar moment. Maar dat blijkt natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Ik herinner me nog met 9/11, na 9/11 al die programma's van het programma Netwerk. Niet voor niks staat dat bekend als vetwerk in Hilversum. Waarin werd gesuggereerd dat elke halve gaar in Moskou een waterstofbom kon kopen. Die zaten in een soort koffertjes waar ze speciaal voor gemonteerd in een koffertje. Dat je ze zonder problemen kon meenemen dan. Je kon er ook meerdere krijgen. Dat je, nou doe maar 3 van die koffertjes. Dat is geen probleem. In dat magazijn Gum of hoe het daar mogen heten. Ze hadden ook nog eens een reportage waarin ze hadden uitgerekend dat er geloof ik 256 werkende kernreactoren in de wereld waren. En dat er dan op één dag 256 jumbo's zouden worden gekaapt. En die zouden dan allemaal op die nucleaire reactors neerstorten. Nou, dan begrijpt u wel wat daarvan de consequenties zouden zijn geweest. Hè? En dan helemaal aan het eind zei dan iemand van, nou ja, erg waarschijnlijk was het allemaal niet. Hè? Maar ik bedoel, als ik er niks vanaf had geweten, dan had ik mijzelf 1 oktober 2001 van het leven beroofd. Dus voor u geldt, of u wist er iets vanaf, of u heeft gewoon niet gekeken. Dat is waarschijnlijk de verstandigste oplossing bij dit soort van dingen. Hè? Als de media ergens verstand van hebben, dames en heren, dan is het wel van bangmakerij. Hè? Waarbij je ook wel eens de indruk hebt dat ze het zelf ook geloven, die onzin die ze bij elkaar verzonnen hebben op de redactie. U weet, ja, Irak, dat is totaal uit de hand gelopen. Dat is een enorme mislukking geworden. Ook daarbij ben ik geneigd om te zeggen, is het makkelijk om achteraf te zeggen, ja, zie je wel, dat is totaal uit de hand gelopen. Nee, op grote schaal is er door mensen die enig idee hadden van de structuur van die staat en de geschiedenis van Irak, dat is namelijk een volstrekt willekeurig gebied wat door Engelsen
met een soort van schaar uit de landkaart geknipt is, dat de goede kans had dat het fout zou gaan. Hè? Dat Koerden en Soenieten en Sjiiten, u weet er tegenwoordig alles van natuurlijk, dat die onder elkaar heen zou, enzovoort. Nee, ze hebben het toch gedaan. Zij wisten het beter. Zij zouden door een miljoenvoudig publiek met witte gladiolen ontvangen worden en in een lange, ongebroken, juichende optocht naar Bagdad worden opgenomen. Ja, zo is het dus allemaal niet gegaan. Het wonderlijke is dat de Amerikanen, zelfs de zittende Amerikaanse regering, natuurlijk een hele geschiedenis heeft, een hele ervaring heeft met de arrogante interventie in lokale conflicten waar ze niks van af wisten. Namelijk Vietnam. Of de Russen in Afghanistan. Het schijnt dat onlangs documenten zijn gevonden dat het idee van Bin Laden was eigenlijk om de Amerikanen net als de Russen te betrekken in een eindeloos conflict in Afghanistan. Nou, dat is tenslotte niet gebeurd. De Amerikanen hebben eigenlijk nooit verschrikkelijk veel troepen in Afghanistan op de grond gehad. Dat hebben ze aan de NATO-bondgenoten overgelaten. Die gaan dan nu opbouwwerk doen in de komende jaren. We hebben er goede hoop op dat een zeer sympathieke samenleving tot stand zal komen. Die in vele opzichten zal doen denken aan een kruising tussen Luxemburg en Nederland. Ja, Nederland is nog een beetje een opgewonden toestand en veel criminaliteit. Maar Luxemburg, dat is eigenlijk het doel waarnaar wij allen streven. Een toestand van totale comateusheid over langere perioden volgehouden. Dat is wat wij beogen met ons opbouwwerk in Afghanistan. Toch, dames en heren, een Kamermeerderheid heeft hiervoor gestemd. De regering heeft die kletspraat verkondigd. Ik heb het allemaal op de televisie gehoord. Wie gelooft nou zulke onzin? Wie gelooft nou dat een land wat al even wordt beheerst door warlords, die eigen militia's hebben, die met een tribale structuur hebben, waar bovendien het land sterk afhankelijk is van de opiumproductie. Wie gelooft nou dat door opbouwwerk van 1200 Nederlandse militairen op korte termijn in Luxemburg gaat veranderen? Dan moet je toch, hè? Ja, dan geloof je ook dat je een olifant met een muis kunt kruisen, hè? Bij wijze van spreken. Of, nou ja, dat zou waarschijnlijk nog met de genetische manipulatie nog wel gaan. Als je het maar de ene kant op doet, niet de andere kant op natuurlijk. Als u even aan de praktische consequenties denkt. Ja, ik moet er even over nadenken. Maar een Nederlandse Kamermeerderheid heeft voor dit magnifieke project gestemd, hè? Heeft u ook enig idee hoe groot Afghanistan is? Wist u dat het nogal een vrij fors inwoneraantal heeft? Iets van, ik geloof 27 miljoen of zoiets dergelijks. Het is groter dan Frankrijk. We hebben ook een beetje idee langzamerhand van de geografie en zo. En dat gaan wij met opbouwwerkers. Dat zijn dingen waar ik... Nou ja, u merkt dat ik raak met stomheid geslagen. Dat we ons dat wijs laten maken, dat is dat hoofdartikel in de krant, dat het toch wel belang is dat opbouwwerk een positieve uitstraling heeft. Maar we hebben het ook in die provincie, in Irak hebben wij het ook zo leuk gedaan. Daar schijnt het dat de hele bevolking wenend afscheid heeft genomen van de Nederlandse opbouwwerkers. En het is een feit dat in dat gebied waar wij toen waren in Irak, toen wij er waren, eigenlijk vrijwel niets gebeurd is. En dat lag, vonden wij in onze hoofdartikelen, aan de sympathieke uitstraling waarmee wij toen de lokale bevolking benaderd hebben. Ik heb het daarna ook gevolgd, daarna is er ook niks gebeurd. Dus kennelijk is dat gewoon een van de weinige gebieden van Irak waar per definitie nooit wat gebeurt. Sorry voor deze nutteloze uitbarsting, want ik hoop dat u toch een beetje dat idee meeneemt. Hoe is het mogelijk dat dit soort van volstrekt totale kletskoek, waarvan iedereen die met een rijstkorrel van gezond verstand voorzien is, kan zien dat het kletskoek is, dat door een Kamermeerderheid wordt gesteund en door een regering wordt onder... Want je zult er maar bij horen bij die 1200 opbouwwerkers. Hè? Je zult maar zo'n snorfiets aanzien komen met zo'n...
Nou ja, waar die Canadezen nu gisteren het leven bij hebben gelaten. Ja, want die snorfietsen gaan nog vrij hard ook. Daar kun je hele grote lading en springlading mee vervoeren. Ik kom aan mijn derde punt, wordt tijd ook. En dat punt is eigenlijk de versterking van de machtspositie van de Amerikaanse president. Zowel Rumsfeld als Cheney en waarschijnlijk ook hun protegeertje, de president zelf, waren, ja, u kent waarschijnlijk kent u die cartoons van Olifant? Verreweg de beste Amerikaanse cartoonist. Echt geniale plaatjes. Bij Olifant is Bush altijd een klein verwend prinsje. En is Cheney is Uncle Dick. En het kleine verwende prinsje dat, hé, Uncle Dick, laat mij nou ook even, of mag ik, hè? Hé, Uncle Dick, hoe zit dat eigenlijk? En als die bang is, gaat hij gauw achter Uncle Dick staan, hè? Zie hem zo. U kunt dat tegenwoordig allemaal op het internet bekijken. Het internetblad Sleet heeft een hele afdeling met cartoons, waar u werkelijk alle denkbare Amerikaanse cartoons dagelijks kunt bezichtigen. Let op Olifant. Echt, dat zijn fantastische cartoons. Als je denkt hoe waardeloos, afgezien van Jos Collignon, een volkskrant, wat ook overigens het enige onderdeel is van een volkskrant wat de moeite van de consumptie waard is. Ja, een beetje kinderzinnen kan nooit kwaad. Maar de NRC, dat is natuurlijk de cartoons van de NRC is van een droevigheid waar je echt niet van terug hebt. Hè? Ik kan totaal niet tekenen, maar ik heb wel eens gedacht, zal ik solliciteren. Hè, als cartoonist van de NRC, want ik zou er nog met kop en schouders bovenuit staan. Steken. De toename van de macht van de president. Rumsfeld en Cheney waren eigenlijk al sinds de jaren 70... beide zijn stafchef geweest van president Ford in die jaren, ze waren toen nog piepjong, waren van mening dat eigenlijk toen door die hele Watergate affaire, door de War Powers Act van 1973, de president een enorme hoeveelheid macht had moeten inleveren, wat ertoe leidde dat de president in allerlei levensgevaarlijke situaties niet snel en slagvaardig kon optreden. En zij waren van mening dat die macht weer terug moest worden gebracht bij de president. Vandaar ook een beetje dat idee van I'm a war president. This is a war. We are fighting a war. Want de praktijk leert dat Amerikaanse politieke systeem, dat is enorm warrig en daar zijn enorm veel spelende partijen. Maar zodra het oorlog is, zie je dat als het ware de besluitbevoegdheid naar boven stroomt en dat de president steeds meer te vertellen krijgt. He, dus het idee van I'm a war president is ook een strategie om in feite de macht van de president veel groter te maken en voor een belangrijk gedeelte te onttrekken aan de controlerende andere onderdelen van de trias politica van het congres aan de ene kant en het hoge rechtshof aan de andere kant. He, een van de redenen dat Bush de laatste maanden lelijk in de problemen is geraakt is juist dat het Supreme Court eindelijk heeft gezegd van ja, wacht nou eens even, maar dit kan absoluut niet. Hè? Je moet die enemy combatants, die moet je min of meer fatsoenlijk behandelen volgens de Geneefse conventies. En daartoe zijn we verplicht, want we hebben die handel, dat hebben we ooit ondertekend. En daar komen we aan een gevoelig punt. Eigenlijk heeft de juridische afdeling van het Witte Huis vanaf het allereerste begin van die War on Terrorism gezegd, een hele bepaalde, zeer ruime interpretatie aan de Constitutie gegeven. Het is de president toegestaan om alles te doen wat hij noodzakelijk acht om de veiligheid van de staat te verzekeren. Dat is eigenlijk steeds het thema geweest. En dat heeft ertoe geleid dat de Amerikanen, de CIA in het bijzonder, maar allerlei andere onderdelen, trouwens ook van het Pentagon natuurlijk, zich gerechtvaardigd achten, zich niet meer te houden aan dat hele systeem van internationale afspraken, wat ervoor zorgt dat gevangen genomen burgers of vijandelijke soldaten, dat die enigszins passabel worden behandeld volgens die regels van de Geneefse Conventie. Gelooft u toch niet dat die uitglijers in Abu Ghraib, dat incidentele gebeurtenissen waren? Dat was onderdeel van een groot, van bovenaf gelegitimeerd programma,
doe alles wat je denkt dat noodzakelijk is om die terroristen te bestrijden. En dat geldt natuurlijk ook van Guantanamo, idem dito. In feite weten we al tijden dat het overgrote deel van die gevangenen, dat zijn kleine meelopers, sufkoppen die toevallig op de verkeerde plek waren op het verkeerde moment. Die zijn helemaal geen bedreiging voor de Verenigde Staten, maar dat hebben ze dus enemy combatants van gemaakt. En die zijn eigenlijk onttrokken aan elke vorm van fatsoenlijke rechtsgang. De Amerikaanse rechtsgang, maar er is ook geen internationale rechtsgang. We moeten hopen dat die senatoren die nu Bush de voet dwars hebben gezet, dat die de voet dwars blijven zetten. Een onderdeel natuurlijk ook van die illegale gang van zaken, dat zijn die gevangenissen. Het feit dat het mogelijk is, ja, u gelooft het niet, hè, maar als u er een beetje gek uitziet en u heet Ali Baba, dan is het niet uitgesloten dat u straks bij het verlaten van deze zaal, ja, dat daar een zwarte auto staat met draaiende motor en dat die naar binnen wordt getrokken en dat u dan vervolgens ergens in een gevangenis in Cairo een half jaar gemarteld wordt om te kijken of u van plan was om de nieuwe kerk op te doren, van een nieuwe kerk op te blazen hier in Delft, hè. En als ze dan de indruk hebben dat u daar eigenlijk de suffer was, dan wordt u weer vrijgelaten op een hele gekke plek. He? Mag u nog blij zijn als u het overleeft. He? Want voor hetzelfde geld gaat het waterboarding net even een beetje mis en afgelopen drie is het. Dat is een raar idee. He? En zou de Nederlandse regering uitgebreid protesteren? Nou, nu misschien wel, want dat is ook zoiets geks. He? Dat onlangs, het is nog geen twee weken geleden, zie ik ineens die Balkenende zeggen, ja, hij was diep teleurgesteld over de gang van zaken. Want het was nu plotseling, was hem duidelijk geworden, dat ze hadden hem bij de neus genomen. Ja, jongen, dat was onder bondgenoten not dan, hè, dat je zomaar iemand bij de neus nam. En dat hij daar nu ineens achter kwam. Je vraagt je af, wat heeft die man de afgelopen drie jaar precies uitgesproken? Trouwens, idem dito Bot. Hè? Was ook enorm verontwaardigd dat nu plotseling gebleken was dat Rice hem niet de hele waarheid had verteld. Want je begrijpt dat toen hij het haar vroeg en zij zei van, nou ja, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Toen dacht ik, nee, dat zal wel snor zitten. Iedereen die dus een beetje bij de tijd is in de afgelopen drie jaar een krant gelezen heeft, al is het maar de Metro, he, die weet dat Abu Ghraib, Guantanamo, rendition, vliegtuigen op Schiphol van de CIA zonder kenteken. Nou, deze hele lamlendige geschiedenis, daar weten wij van. En dan horen we onze minister-president zeggen, waarvan ik net heb geconstateerd dat het een intelligent mens is, waardoor het nog erger wordt dan het al is. Kijk, was het een oliedomme figuur? Ja, wie zou er daar eens van moeten nemen in de Nederlandse politiek? Nou ja, ga ik nou even niet over nadenken. Dan zeg je nog, nou ja, alleen. Nee, maar het is het algemeen is die redelijk bij de tijd. Hij weet waar hij het over heeft. Maar hij is er pas twee weken geleden achtergekomen dat de Amerikanen in de afgelopen vier jaar dingen hebben gedaan die wellicht niet door de beugel kunnen. Ja, dat moet een enorme schok voor hem geweest zijn. Ik vond ook dat hij er vandaag een beetje peteuterd bij zat. Hij zat er echt bij als een minister-president die door een goede bondgenoot bij de neus is genomen in de afgelopen jaren. Ook zoiets. Wie gelooft nou die onzin? Oké. Ik moet me daar natuurlijk helemaal niet over opwinden. Bush heeft in de afgelopen jaren nog iets anders gedaan. Bij vrijwel elk wetsontwerp wat het congres heeft aangenomen, heeft hij een soort memootje gevoegd. Hij heeft het ondertekend, want hij heeft geen enkel veto uitgesproken. Heeft hij een memootje gevoegd waarin staat dat hij dat wetsontwerp naar eigen inzicht zal toepassen. En vaak blijkt daar een tekst aan te zijn toegevoegd waarin met grote som staat dat hij het omgekeerde gaat doen. Hè? Bijvoorbeeld die anti-martelwetgeving waar McCain al een tijdje geleden voor heeft gezorgd. Daar heeft hij ook zo'n notatje aan toegevoegd waarin staat dat hij zelf wel uit zal maken wat martelen is en wat niet. Nou ja, we weten langzamerhand wat de Amerikanen vinden wat martelen is en wat niet. Eigenlijk vinden de Amerikanen alleen martelen als de gemartelde overleden is. Dat is martelen. Hè? Alles voor dat punt, nou ja, zolang die niet dood is, zolang die het overleeft.
En je weet maar nooit. Hè? Misschien verklapt hij wel een nieuwe aanslag op de Sears Tower in Chicago of zoiets dergelijks. Wat blijkt trouwens bij alle onderzoek van Martelen, dat het leidt tot een enorme complexe en een verwarrende desinformatie. Omdat, ja, stel voor, ze komen vanavond bij u aan huis uw nagels uittrekken. Dan zegt u ook na twee, ja, eerst doet u nog van, doe maar, ik trek me er niks van aan. Maar na twee nagels denkt u al, weet je wat, ik geef het toe, mijn buurman is een neef van Bin Laden. Ik zie hem vaak voorrijden met allerlei in kaftans gehulde lieden. En ik hoor daar schapen blaten, dat is het, is een, hou erover op. Hè? U weet waar dat toe leidt. Ja, special forces die in het holst van de nacht het huis van uw buurman platlopen. En ja, dan blijkt natuurlijk dat ook allemaal niet waar is. Martelen leidt in principe tot niks. Dat zijn allemaal theoretische exercities die bijster weinig opleveren. Wat we ons wel moeten realiseren is natuurlijk wat een immense schade Amerika heeft toegebracht in de allereerste plaats aan zijn eigen imago. Ja. Aan het feit dat Amerika besloten heeft in dit verband dat het zich aan geen enkele internationale rechtsregel zou hoeven te houden. Ook niet die rechtsregels die ze zelf verdragstechnisch hebben onderschreven. Denk eens aan de enorme schade die Amerika heeft aangericht door unilateraal, zonder legitimatie van de United Nations, zonder de bewilliging van de belangrijkste bondgenoten om Irak aan te vallen. Denk dus aan de schade die aangericht is door die nutteloze, beledigende uitspraken van Rumsfeld. Hè, die nog eens zei, toen Schröder er nog zat, Duitsland is geen haar beter dan Cuba en Noord-Korea. En wat had je ook in Old Europe, herinnert u zich misschien ook wel. Hè? Je had New Europe, dat waren de lui die voor de aanval op Irak waren. En je had het sclerotische, totaal uitgebluste, zwaar beschimmelde Old Europe. En dat was er tegen. Ja, blijkt toch achteraf dat Old Europe heel wat beter bij de tijd was dan New Europe. Hè? Dat is toch weer een prettige gedachte. En zeker als je naar het huidige Poolse regime kijkt, dan denk je ook bij jezelf, nou, New Europe, hè? Met die twee akelige ultra-katholieke kabouters. Ja, dat je denkt, kunnen we ze er ook weer uitgooien. Hè? Maar ja, we hebben tegen de constitutie gestemd, zodat we niemand eruit kunnen gooien. Hè? In de constitutie was een artikel toegevoegd dat je landen er weer uit kon donderen. Nou, nu zou je Polen, dat je even, nou oké, sluit je maar aan bij het Vaticaan, daar hebben we helemaal geen problemen mee. Hè? Duitsers en Polen samen, dat geeft ook veel gezelligheid. Maar dat kan dus niet, want ja, we hebben tegen de constitutie gestemd. Ik heb nog een laatste onderdeeltje, dat zal ik even enigszins gehaast doorheen jassen. En dat betreft natuurlijk de binnenlandse consequenties van de oorlog tegen het terrorisme. Het Department of Homeland Security. U weet, dat is tegenwoordig het grootste department wat er is. Niet de grootste begroting, want dat is vanzelfsprekend het Pentagon. Hoewel, misschien sociale zaken. Nou, weet ik niet precies. Het Department of Homeland Security is een samenvoegsel van tientallen ambtelijke diensten die op enigerlei wijze iets te maken zouden kunnen hebben met de binnenlandse veiligheid. Alles wat we daarover tot op heden hebben gelezen, gehoord en in de praktijk hebben gezien, ook de FEMA, dat is die dienst die zo enorm adequaat gereageerd heeft na Katrina, na die storm, ja, je zult maar Katrina heten trouwens. Hè? Dat is ook een onderdeel van het Department of Homeland Security. We zijn nu 5 jaar verder. Is het goed gesteld met de Homeland Security van de Verenigde Staten? U denkt misschien van wel, want ze hebben er ondertussen tientallen miljarden dollars ingestoken. Maar dat valt nog bitter tegen. En als u daar even over na zou denken, zou u zich al snel realiseren hoe ingewikkeld het is om de Verenigde Staten te beschermen tegen de penetratie van lieden met verkeerde intenties. Want wat wij vaak vergeten, je ziet altijd die filmpjes over de Mexicaanse grens en dat het om de drommel nog niet meevalt als wetback om Amerika binnen te komen. Maar wat we vaak vergeten is dat er in het noorden ook een grens is, namelijk Canada. Die is ongeveer 4000 kilometer lang. En ik geloof dat bij laatste telling voor die hele grens 40 agenten ter beschikking waren.
Ik weet niet of u ooit in Minnesota bent geweest, om maar eens een praktisch voorbeeld te geven. Maar daar is de hele grens tussen de Verenigde Staten en Canada. Dat is prime pine forest. Als de terrorist daar over de grens zou willen sluipen, doet hij er het beste aan om een handboek voor spoorzoekers goed te bestuderen. En te leren wat hij moet doen als hij een beer ziet. Weet wat je moet doen als je een beer ziet? Nou ja, dat kan ook in Europa, kan het, hè? Als je in de Pyreneeën ook weer losgelaten worden. U moet veel lawaai maken als u een beer ziet. Hè? Dus niet te indruksvestig dat u ook een soort beer bent. U moet ook niet weglopen, u moet veel lawaai maken. U kunt het beste dat u, als u denkt dat u beren tegenkomt, dat u een belletje bij u heeft. Dat is in Amerika ook, in al die parken waar wilde beren zijn, daar staat altijd na 100 meter een bordje, heeft u wel een bel bij u? Die kun je namelijk in de lodge, kun je dan een bel krijgen en dan loop je dus door die prachtige natuur, loop je dus te bellen in de hoop dat de grizzlies er niet aan gewend zijn geraakt. Want het zijn enorm leergierige dieren. De Canadese grens. Ik zag een enorm aardig filmpje van een betrekkelijk jonge man. Ik schat hem op 31. Die zei van ja, samen met een collega bewaakte hij in verband met Homeland Security, bewaakte hij, ik geloof, 200 mijl kust in Oregon. Ik weet niet of je ooit daar een beetje langs de kust bent gereden, maar dat valt om de, dat is bepaald heel wat anders dan Texel of Bergen of Schorel of zo. En nu, ja, hij zei met een beetje droevige stem, zei hij van, mijn collega is ziek. Dus hij deed het nu in zijn eentje, die 200 mijl bewaking. Wie de andere honderden mijlen kust bewaakte, dat weet ik niet. Neem bijvoorbeeld u weet, de Amerikanen hebben alle havens waaruit goederen worden aangevoerd naar Amerika sterk onder druk gezet om de containers zoveel mogelijk door te lichten. Hebben ze zelf behoorlijke doorlichtapparatuur in hun grote havens? Nee, want dat is traag, dat werkt niet, dat is nog niet in orde. Ik zal u nog een ander, voor het geval dat u rare plannen heeft, je kunt het maar niet zeker weten. Het private luchtverkeer bijvoorbeeld is in de verste verte niet beveiligd op de wijze waarop het publieke luchtverkeer beveiligd is. He, dus als u een Learjet huurt op krediet, dat spreekt, want u hoeft toch niet meer terug. Dan kunt u zo, zonder al te grote problemen, kunt u naar een willekeurige plek in de Verenigde Staten vliegen. En de kans dat er iets gecontroleerd wordt of doorgelicht, die is verwaarloosbaar klein. Nee? Omdat dat private luchtverkeer, dat is nog een hele wereld die zich eigenlijk buiten de onmiddellijke aandacht. En een Learjet, nou ja, dat is misschien net groot genoeg voor dat gebouw van Nationale Nederland in Rotterdam. Maar het zou voor een echt een beetje gebouw te klein zijn. Maar daar kan toch een heleboel narigheid mee worden aangericht. Kortom, Homeland Security is helemaal niet goed in orde na 5 jaar. Het is steeds hetzelfde patroon. Het is machtsvergroting zonder dat het effect heeft op incompetente wijze. En kijk waar ze nu zijn. De grote tragiek is natuurlijk dat de Amerikaanse kiezers pas na november 2004 erachter zijn gekomen dat er van alles en nog wat mis was gegaan. Ik denk dat dat deze regering hopeloos is, dat daar niet veel meer gedaan kan worden. En dat is natuurlijk toch een droevige conclusie als u denkt dat ze er nog zitten tot 20 januari 2009. Dat is toch nog een substantiële periode. En het zal voor de opvolger van de huidige president een enorme taak zijn die jaren in beslag gaat nemen om enigszins te repareren wat in de afgelopen, wat is het, 5,5 jaar door deze regering fout is gedaan. Want dat is toch, misschien heb ik het iets te raillerend behandeld, maar het is en blijft een door en door droevige zaak dat het zo gegaan is, dat het op deze wijze is gegaan. En het is extra droevig eigenlijk als je realiseert dat op de dag van 9/11 en in de dagen en zelfs weken erna wat een enorme
nationale solidariteit er bestond in de Verenigde Staten. Wat de mogelijkheden er zouden zijn geweest, laten we zeggen, om dit in een niet partijgebonden wijze te gebruiken voor datgene wat noodzakelijk was. Wat de solidariteit er internationaal was. We zijn nu allemaal Amerikanen, schreef nota bene Le Monde. Ja, het schijnt dat ze die hele editie een paar jaar later verbrand hebben en nog proberen om de laatste exemplaren op te duikelen, want ze hebben er natuurlijk spijt als haren op hun hoofd van. Wat de mogelijkheden er waren. En deze Amerikaanse regering heeft in deze gebeurtenissen aanleiding gezien om op puur partijpolitieke gronden, op polariserende wijze deze gebeurtenissen te gebruiken. Iedereen immers die een beetje kritiek had, die er iets anders over dacht, werd weggezet als onvaderlandslievend. Zeker een bondgenoot van de terroristen. Nou ja, het is een hele droevige conversatie geweest. En ik denk dat dat een van de grootste gemiste kansen van de laatste jaren is geweest. Ik dank u voor uw aandacht. De vraag is wat ik vind van de berichtgeving in de Nederlandse pers over alle kwesties die ik aan de orde heb gesteld. Ik neem aan in brede zin de oorlog tegen het terrorisme. Laat ik vooropstellen natuurlijk dat de Nederlandse pers niet bestaat. We moeten een onderscheid maken tussen de enigszins betrouwbare pers en de per definitie niet al te betrouwbare pers. Weten we ook allemaal wel eens een beetje waar het over gaat eigenlijk. En de pers die helemaal niet in dit soort van onderwerpen geïnteresseerd is, maar die de blessure van Arjan Robben van een veel grotere importantie acht dan enig wereldhistorisch vraagstuk. Ik denk dat je, als je een vraag stelt over de pers, dat je dan noodzakelijkerwijs ook vooral de televisie in je vraag zou moeten betrekken, omdat ik denk dat de meeste mensen eigenlijk hun hoofdnieuws van de televisie betrekken. Nou, misschien niet de hier aanwezigen, maar de meeste Nederlanders krijgen hun nieuws van de televisie. En dan is de vraag, was die in de afgelopen jaren kritisch genoeg? Ik denk dat zeker. Er zit natuurlijk, als je kijkt naar deze hele ontwikkeling van 11 september 2001 tot op de dag van vandaag, dan zie je dat er een duidelijk breukpunt in zit, dat Bush eigenlijk de eerste, ja, zeg maar 3 jaar ongekend populair is geweest, niks fout kon doen. In Amerika waren 90% van de Amerikanen tevreden met de wijze waarop hij het deed. De Amerikanen geloofden alle leugens die hun regering op dit punt had verteld. En dat er dan ergens in 2005 zit er een breuk in. Dan zie je ook hoe de populariteit van de president begint af te takelen. Met name ook natuurlijk zijn volkomen inadequate reactie op Katrina heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Maar vanzelfsprekend ook het almaar oplopende dodental van de Amerikaanse troepen in Irak. Want wat, u herinnert zich natuurlijk nog wel dat magistrale mediamoment, van die fantastische foto op, zoals dat heet, van Bush die in dat pilotenkostuum als Top Gun, de Tom Cruise van de Amerikaanse politiek, landt hij op dat dek van de Abraham Lincoln, die speciaal voor San Diego rondjes had gevaren de hele dag, zodat hij precies op het juiste moment de stralen van de ondergaande zon op het dek zouden schijnen, waar zo'n bord stond, a job well done. Ja, en toen begon de narigheid eigenlijk. Ja, de bedoeling was, er waren allerlei camera's, de bedoeling was dat er allerlei opnames zouden worden gemaakt die dan bij de verkiezingen van 2004 gebruikt zouden kunnen worden als reclamespotje. Hè? Maar ze zijn toen door de Democraten gebruikt. Jammer genoeg niet met het beoogde effect. Want dat ben ik vergeten te zeggen, deze Amerikaanse regering heeft vrijwel alles fout gedaan wat zij fout kon doen, zowel in de binnen- als in de buitenlandse politiek. Maar op één terrein natuurlijk moet deze club iets worden nagegeven. Cynischer en competenter manipulatoren van het verkiezingsproces dan deze club hebben we in jaren en jaren niet gezien. Er is geen Amerikaanse regering of geen politieke club, ik weet niet precies hoe ik het moet beschrijven, die er zo effectief in geslaagd is om zijn tegenstanders
zwart te maken, te demoniseren, als sissies af te schilderen, als nou juist deze Amerikaanse regering. Ik dwaal af, maar ik kom zo terug op mijn punt. Want ik wil even iets zeggen over de Swiftboat Campaign. Als u zich dat nog kunt herinneren, de Swiftboat Campaign. Dat is ook een werkwoord geworden nu in het Amerikaans. Swiftboating somebody. Hè? Nou moet u zich voorstellen, u bent een republikein. U heeft een presidentskandidaat die u aan de man moet brengen. Die in de tijd van Vietnam het verstandiger achtte om niet naar Vietnam te gaan. En die zijn vader gebruikt heeft voor een prettige benoeming in de luchtmacht van de staat Texas. Op zichzelf een zeer gevaarlijke taak. Want u weet dat Texas regelmatig bestookt wordt door Mexicaanse luchtaanvallen. Maar goed, dat heeft hij gedaan. Hij is niet naar Vietnam gegaan. En de kandidaat van de wederpartij, John Kerry, is een gewaarmerkte held. Die is wel naar Vietnam gegaan. Die heeft een Bronze Star gewonnen en 2 Silver Stars. En de vraag is aan u, wat doet u? Elk normaal mensen zeggen, nou ja, we houden het stil. Hè? We gaan daar niet te veel over zeggen. Kijk eens, nu wordt u in het licht gezet. Dat is ook leuk. Zou dat automatisch gaan? Het zou me niet verbazen als de Amerikaanse ambassade daarachter zat. In verband met het maken van geheime opnames. Hè? Dat u allemaal, van mij weten ze het wel, maar van u weten ze nog niet. Hè? Dus als u met mij meelacht, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat u binnenkort ook in Syrië uitgeklopt wordt. Elk normaal mens zou zeggen, nou we houden dat maar stil, we gaan daar zo weinig mogelijk over zeggen. Nee, niet Karl Rove, hè? Dat is Bush een politieke adviseur. Nee, Karl Rove zegt, oh nee, dit is een ideale situatie, ik ga Kerry afbranden. Ik ga namelijk een hele campagne starten waaruit zal blijken dat die Kerry helemaal geen held is. Want die heeft een ongewapende 16-jarige jongen achter dat hutje doodgeschoten. Hè? En ja, hij heeft dan wel zogenaamd een collega uit kwaten gered, maar dat was volkomen toevallig. Hij was gestruikeld. Hij lag op het dek, zijn arm zwierde door het water. En toen kwam hij toevallig tegen de hand van die man die in het water. Toen zei hij nog, laat los, donder op en zo, maar die man heeft zich in zijn paniek aan zijn arm vastgeklemd. Ja, zo kan ik ook een held worden. Hè? Je moet je eens voorstellen wat Bush in zo'n situatie zou hebben gedaan. Hè? Die had, als die naar Vietnam was geweest, was de Vietnamese oorlog misschien wel gewonnen. Wie zal het wel niet zeggen. Dat is van een, ja, van een verbijsterende, cynische brutaliteit waar je toch absoluut, ja, waar je niet van terug hebt. Ik was verbijsterd dat het gebeurde. En het probleem is dat eerst komt het in de kranten staan. En u weet, de meeste krantenlezers volgen het allemaal niet zo nauwkeurig. En ze lezen al die stukken niet elke dag. Dus tegen de tijd dat het gedementeerd wordt. Tegen de tijd dat er allerlei andere mensen komen. Nee, dat is helemaal niet waar. Want zijn we alweer weken, zo niet maanden verder. En de kiezers denken toch, nou ja, waar rook is vuur. Ja, je kunt het niet weten. Hè? Je kunt niet weten hoe het zit. Stel voor dat wij zulke verkiezingscampagnes zouden voeren, dames en heren. He? Dat in de komende campagne dit soort van verdachtmakingen zou worden. Ja, dat mevrouw Halsema eigenlijk een CIA-agent is. He? Wat me niet zou verbazen, hoor. Ja, je moet daar enorm voorzichtig mee zijn. Nu de Nederlandse media. Ik vond zelf, het was zeker niet zo'n rare nationalistische opwinding als we in Amerika hebben gehad met dat voortdurende malle tromgeroffel over de New American Empire en mightier than any empire ever in world history, mightier than the British Empire, mightier than the Roman Empire. Nou, wat voor lulkoek ik niet in de krant heb gelezen in de 6 maanden aanlopend naar Irak. Dat, althans in Amerikaanse kranten, dat is verschrikkelijk. Toch was er in Nederland een duidelijk verschil bijvoorbeeld met de Belgische media. Ja, ik begrijp dat u niet staat te krappelen om ook de Belgische media te volgen. Maar mijn indruk was toch dat in die landen waar de regering een uitgesproken voorstander was van deze onderneming, dat de media daar voorzichtiger mee waren. En mijn indruk was ook dat, ik geef toe, ik heb het nooit gemeten of zo, maar dat de meeste journalisten die ik sprak in Hilversum, die zeiden toch zo'n beetje wat de NRC ook zei, en laten we nog eens zo'n houten methode noemen, wat Paul Scheffer ook dacht. Het, het,
is misschien niet allemaal waar, maar het kan geen kwaad. Hè? Die Saddam is een ontzettende boef en laten we het maar doen. Laten we het maar doen. Kan nooit kwaad. Hè? Dat was eigenlijk de toon. Terwijl dat leek mij volkomen onjuist. Je moet gewoon geen landen, hoe beroerd ze ook geregeerd worden, aanvallen wanneer die landen geen bedreiging vormen voor jouw veiligheid. En zeker niet wanneer je een vrij krachtig vermoeden hebt dat je over de zogenaamde gevaren die dat land met zich mee zou brengen, dat gewoon allemaal bij elkaar gelogen is. Dus de boodschap in de Belgische media was heel anders. De Belgische media bijvoorbeeld hebben veel aandacht besteed aan dat rapport van het atoomagentschap. Hadden aan de lopende man Blix, die kwam zeggen, nee, het was helemaal niet waar, ze hadden niks gevonden en ze hadden geweldig gezocht en konden ze dit nog even doorzoeken. He, dat was ook het voorstel van Chirac, laten we nou eens even wachten. Het laatste wat Bush en Blair wilden, dat was wachten. Want dan zou de zaak misschien afgesteld worden, zou het misschien niet doorgaan, wat zou je moeten doen met die enorme troepenconcentratie enzovoort. Dus ja, dat was wel een verschil in toon, vond ik. En dat hing samen, voor zover ik het kon bekijken, met de wijze waarop het establishment, of hoe je dat wilt noemen, tegen de kwestie aankeek. En ja, ik kan uit eigen ondervinding, maar je weet, je kunt dat achteraf nooit meer bewijzen. Ik werkte vrij regelmatig mee aan het programma wat nu één vandaag heet. En wat toen, dacht ik, twee vandaag heette. En waarschijnlijk volgend jaar drie vandaag zal gaan heten. En het zou me niet verbazen als het ook nog eens een keer vier vandaag werd. Of tien vandaag, wat je maar hebt. Hè. We hebben ook zo'n Berlusconi-achtige toekomst voor ons. Mij viel toch op dat toen aan de redactie van het programma duidelijk was geworden dat ik er helemaal niets van moest hebben, dat ik er niets in zag, dat de telefoon niet meer ging. Sterker nog, dat een nieuwe deskundige verscheen, een medewerker van de Haagse Courant, die, als ik het goed begreep uit zijn woorden, de massavernietigingswapens zelf had gezien. Nou, ja, dan had ze nog net niet zelf geleverd, maar het scheelde niet veel. Het scheelde niet veel. Ja, als hij een camera bij zich had gehad, had hij er foto's van kunnen maken. Maar ja, jammer genoeg, de Haagse Courant had geen geld voor een camera en zodoende is het er niet van gekomen. Mag ik nog heel even hierop doorborduren? Ja. De grote Amerikaanse kranten, die zich natuurlijk ook in de luren hebben laten leggen, in het bijzonder de New York Times, die hebben uitgebreid hun excuses aangeboden voor het feit dat ze zich in de luren hebben laten leggen. Dus daar hebben ze lange redactionele commentaren aan gewijd. Het spijt ons ontzettend. We gaan volgende keer meer ons best doen, maar je ziet, en dat is toch een hele droevige zaak om te constateren, in een democratisch land met een volkomen vrije pers kan een regering als die van de Van Bush erin slagen om althans een aantal jaren de overgrote meerderheid van de bevolking zo effectief voor te liegen dat zij min of meer hun gang kunnen gaan. En dat is een hele droevige conclusie. Hè? Hoe was het ook alweer? Wat zei Abraham Lincoln ook alweer? You can fool all of the people some of the time. You can fool some of the people all of the time. But you cannot fool all of the people all of the time. En ik geloof dat dat nog wel waar is. Maar in die tijd dat je net bezig bent om all of the people sometime te voelen, om het even, ja, sorry voor de grammaticale constructie, hè, kunnen er toch de vreselijkste dingen gebeuren. Nogmaals, dit is een vrij land met een vrije pers. En kijk eens, hè, zodra die nationalistische emoties in het spel komen, hè, wanneer er zo'n bubbel ontstaat van, oh jee en zo. Hè? Ja, wie was bereid om toen Lady Di net verongelukt was te zeggen dat het gewoon een randdebiel trutje was? Ja, daar zit u nog mee, hè? U begint een beetje nerveus van, ja, was het niet een, ja, was het niet een, net als, net, was het niet een zuster van de Heer Jezus? Of, net als Heer Siali, hè? Want hij krijgt een steeds grotere familie. Heer Siali ook, daar moest je ook enorm voorzichtig mee zijn om daar iets verkeerds van te zeggen. En nu is de bevolking verdeeld in verdonkliefhebbers en verdonkte. Sorry, ga je gang. Ik zie dat u bij een Amerikaanse wijze probeert vragen te vermijden. Ik heb nog even, ik heb u
kritische kanttekening wil plaatsen als ik goed beluister. Nee, heeft u niet goed begrepen, toch? Nee. Nee. De strekking van mijn betoog was door en door positief. Ja, wel nee, dat is een voortreffelijke vraag. Want eigenlijk weten we niet wat het doel was van deze idiote onderneming. Want er zijn namelijk alle mogelijke doelen in de loop der tijden door de Amerikaanse regering gegeven. Tot op de dag van vandaag bestaat er eigenlijk verwarring en mistigheid over waarom dit in hemelsnaam ondernomen moest worden. Te meer nu duidelijk wordt dat het volkomen contraproductief is en het terrorisme in hoge mate zelfs bevorderd heeft, zeker lokaal, en het Midden-Oosten heeft gedestabiliseerd. Laten we kijken wat ze zelf aan overwegingen hebben gegeven om het te doen. Overweging 1 was natuurlijk de massavernietigingswapens, het verschrikkelijke gevaar dat Saddam zou vormen. Nou goed, dat is gebleken, dat sloeg nergens op. De overweging van de neoconservatieven is altijd geweest, kijk eens, wij gaan Irak veroveren en dan gaan we dat land volledig transformeren, hè, tot het Luxemburg, oh nee, dat zou Afghanistan worden, tot het Nederland wat dan Irak zou gaan worden. En dan zou Irak, dat zou een soort aanstekelijke rol spelen in het Midden-Oosten. Want als Irak dan een democratisch land zou zijn geworden, zouden ze in Damascus ook zeggen, goh, wat is het fijn als het democratisch toegaat, dat gaan wij ook doen. Spontaan. Helemaal van binnenuit. En ook Ahmadinejad zou dan zeggen, goh, democratisch, wat een leuk idee. Zijn we nog nooit, hebben we dat overwogen, dat dat ook zou kunnen. Iran democratisch, Syrië democratisch en ook Mubarak is al op jaren en misschien konden ze hem afbrengen van dat malle plan om zichzelf door zijn zoon te laten opvolgen. Dat is de situatie in Egypte. Egypte zou ook een democratie worden. Overigens, een heel raar idee, omdat wij wel een vrij krachtig vermoeden hebben dat democratie in Syrië of in Iran of in Egypte nog helemaal niet noodzakelijkerwijs de eindresultaten zou geven die wij graag zien. Hè, namelijk ja, dat het allemaal een beetje VVD-achtige regeringen worden, zal ik nou maar even zeggen. Hè? Ja, die Halsemanen, ja oké. Als het een spion van de CIA is, dan goed, dan valt het nog te tolereren. Dat was het idee. En dan zou bovendien, ik weet niet of u dat toen zich herinnert van toen, dat de weg naar Jeruzalem ging via Bagdad. Want dan zouden ook de Palestijnen zouden denken, goh, sympathiek. En in een grotere democratische context kan dan ook het Palestijnse probleem worden opgelost. Want dan zouden de Palestijnen zien wat een door en door sympathieke mensen de Israëli's zijn. Die zouden dan ook misschien afzien van een aantal plannen en zo. Had Leon de Winter niet geschreven dat de Palestijnen blij mogen zijn dat ze door de Israëli's bezet zijn? Maar ja, dat is ook een standpunt. Dat is 2. Dus even kijken, hebben we nog meer argumentaties gehad om dat te doen? Dat was het zo'n beetje, maar er is natuurlijk ook altijd gezegd van ja, luister eens even, we moeten niet naïef doen, het gaat om de olie. Maar ik denk dat het oorspronkelijk niet om de olie ging. Ik zelf heb altijd gedacht dat er een heel andere reden was waarom Irak is aangepakt. Dat Irak een soort voorbeeldfunctie had. Dat Saddam zo lang gepest en getreid dat had, hè, met het saboteren van al die boel na de oorlog van 91, zal ik nou maar zeggen. Hè, dat de Amerikanen zeggen, iemand die ons zo dwars heeft gezeten, we zullen de wereld eens laten zien wat wij doen met iemand die ons de voet dwars zit. Hè, namelijk dat we hem gewoon omverwerpen. En dat kunnen we in principe met iedereen in de wereld die ons dwars zit. Dat is naar mijn idee de werkelijke reden van deze onderneming geweest. Een soort voorbeeldtheater. Hè? Dat was het idee. Ze wisten natuurlijk ook dat Saddam militair dat geen klap voorstelde. En je kunt veel van de Amerikanen zeggen, maar qua militaire machine kunnen ze overal, op elk denkbaar moment, elke tegenstander uitschakelen. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Hè? Maar er is een groot verschil natuurlijk tussen winnen en het bezetten van een land en het veranderen van een land in een democratie. Want natuurlijk,
toen het eenmaal gewonnen was, bleek dat ze eigenlijk voor wat er naar naam zou moeten komen totaal geen plannen hadden. Daar hadden ze helemaal niet over nagedacht, want ja, ze hadden dat scenario met die gladiolen en ja, dat Beatrix daar dan een keer de troonrede zou komen voorlezen om te laten zien hoe het moet. Hè? Dus er zijn drie, je zou drie redenen kunnen geven en naar mijn idee is het de derde. Ze dachten dat het een fluitje van een cent zou zijn. Zo moet u het zien. U heeft aangegeven dat er heel veel dingen slecht zijn gegaan. Of eigenlijk alles fout is gegaan. Ja. In het begin heeft u reden A en B genoemd. U heeft ook aangegeven dat op een zeker moment de Amerikanen als president alle macht had. Hoe kan het zijn gebeuren? Is het gebeurd dat van de niks goed is gegaan, terwijl hij alle macht heeft? U formuleert het heel interessant. Ik zou zeggen, de kans dat alles fout gaat, is vooral daar aanwezig waar één iemand of een betrekkelijk kleine groep van mensen ongecontroleerd alle macht bezitten. Want als dat niet zo was geweest, als er wat beter geluisterd was, als er wat tegendruk was geweest, als er argumentatie en debat was geweest, als natuurlijk niet iedereen meteen van eerbied ondersteboven was gevallen voor de war president, dan was het misschien anders gelopen. Maar er is nooit een discussie gevoerd. Dat is het grote drama. Dat er geen discussie is gevoerd. Dus ik denk dat in feite u uw eigen vraag al heeft beantwoord. Een andere kwestie is natuurlijk dat deze club, Rumsfeld en Cheney en Bush zelf, maar het hele gezelschap, ja, toch van een verbijsterende, niet wetende arrogantie is waar je niet van terug hebt. Een onvermogen om, trouwens sedert vrijwel alles mis is gegaan, ook het onvermogen om ooit toe te geven dat er iets mis zou zijn gegaan. Want ze zijn nog steeds van mening dat het eigenlijk het is een kwestie van wachten, maar geschiedenis zal hem in het gelijk stellen. Dat is waarmee ze dus denken dat het uiteindelijke doel de middelen heiligt. Zelfs als het goed afloopt, moet ik u bekennen, zou ik er nog falikant tegen zijn. Eenvoudig omdat het geen pas heeft om onder valse voorwendsels landen aan te vallen, hoe beroerd ze ook geregeerd worden. Wat voor goede, we hebben ook prima redenen om Luxemburg aan te vallen. Met al die spaarcentjes die daar zwart op de rekening staan. Dat gaan wij toch ook niet doen? Je moet er ook niet aan denken wat een levensgevaarlijke guerrilla zei. Daar in die, vooral die Luxemburgers. Ja, het zijn van die stille wateren, diepe gronden. Maar dat u een verstandige reactie gevonden van de Amerikaanse regering na de aanvallen van Turkije, wat zou u nu van de regering moeten adviseren? Nu, laten we dan. Oh, eerst die Twin Towers, ja. Ik zou precies gezegd hebben wat ik toen ook op de televisie heb gezegd. U weet, dat heeft maar een paar dagen geduurd, want men achtte dat eigenlijk niet geschikt voor de Nederlandse kijkers. Maar goed, dat zou ik gezegd hebben, namelijk dat het helemaal geen oorlog is en dat je er zeer onverstandig aan zou doen om te denken dat je deze zaken zou moeten bestrijden met grootschalig militair geweld. Maar dat het hier ging in feite om wat ik toen zei, namelijk terrorisme is hoe dan ook in het geval van een zo omvangrijke aanslag als deze, het wapen van de machtelozen. Van de mensen die geen andere wapens hebben en dus in feite zoeken naar symbolisch geweld op onverwachte plekken tegen mensen die niks terug kunnen doen. Dat is wat terrorisme eigenlijk in grote trekken is. Het zou heel anders zijn geweest, heb ik toen nog uitgelegd aan diverse presentatoren, maar die begrepen dat niet zo goed. Dat we 10 uur na de aanslag, als dat de CIA niet is. Je wordt er vanzelf paranoia van. Hè? Je wordt er vanzelf paranoia van. Ik heb toen gezegd dat het heel anders zou zijn geweest als we hadden gehoord 10 uur na de aanslagen. Dus dat zou zijn in ons geval dan ergens in de avond. Dat 17 door goed getrainde Arabieren bemande panzerdivisies bij tussen Vancouver en Seattle de Amerikaanse grens overschreden waren en in een tempo van 30 kilometer per uur oprukte door Washington State richting San Francisco en uiteindelijk Los Angeles. Kijk, dan zeg je, ho ho, hè, dat is oorlog.
Dat is oorlog. Hè? Het is heel wat anders. Stel je voor dat de Duitsers in mei 1940 een vliegtuig met explosieven op het paleis op de Dam hadden laten neerkomen. Hè? Ja, zonde zou ik zeggen, want het is hartstikke mooi. Het is trouwens geen paleis, als ik even zo vrij mag zijn. Het is een stadhuis en het wordt tijd dat het teruggegeven wordt. Maar afgezien van deze kwestie zou dat een heel bedenkelijke zaak zijn geweest. Maar het is natuurlijk heel wat anders dan wanneer, zoals de werkelijkheid was, twee Duitse panzerdivisies in fors, in kwiek tempo van de Duitse grens naar de Gerberberg waren gereisd. Daar zijn ze even beschoten en toen zijn ze doorgereisd, zoals we weten. Dat is heel, en zijn wij 5 jaar bezet geweest. Dat is heel wat anders. Dat is oorlog. Dit is geen oorlog. Dit is ook niet iets. Dit is. Nou, dat zou ik nou niet doen. Ik bedoel dan, ik vind het ook onverstandig dat ze daar nu op die plek het hoogste gebouw ter wereld gaan bouwen. Stel voor dat u directeur was van de terroristenschool in West-Pakistan. Dan zou je natuurlijk, dan wordt het hoofdlesobject, hoe krijgen we dit gebouw tegen de grond? Hè? Zou ik zeggen hoor. Als ik terrorist was, zou ik zeggen, je kunt misschien, ik weet wel wat gebouwen ter oefening. Daar heel voorzichtig mee zijn trouwens. Dus ik zou hebben gezegd, het is geen oorlog. Dus je moet dit het is wel een concrete dreiging, maar A, is het geen bedreiging van laten we zeggen, de cohesie en de voortgang van onze samenleving. We hebben namelijk tal van voorbeelden van landen die decennia lang geteisterd zijn door terroristisch geweld. Dat is ontzettend vervelend en ook heel onaangenaam als je neef erbij omkomt. Laat staan als je zelf het leven laat bij een dergelijke gebeurtenis. Natuurlijk is dat zo, maar het is niet wezenlijk voor die samenleving. Okay. En dat is oorlog wel. Oorlog is iets wat totaal anders is. Die samenleving moest het daar volledig op denken aan de Tweede Wereldoorlog. Okay. Dus de bestrijding van terrorisme is een kwestie van politie en inlichtingendienst. Die moet je daarvoor inzetten. Het leek mij wel legitiem om te kijken of je Bin Laden te pakken kon krijgen, maar daarvoor was mijn advies. Maar ik heb u straks uitgelegd dat niet opgevolgd is. Om dat te doen met special forces en wel liefst binnen een week. En niet te gaan zitten wachten tot Bin Laden. Oh, dat wou ik u straks nog vertellen. Want toen begon over die Toyota Land Cruisers en toen liet ik me weer afleiden. Doordat u helemaal niet bleek te weten wat dat is eigenlijk. Dat is ook niks volgens mij. Nee, dat is het interessante. Bin Laden reisde door Afghanistan nadat de acties begonnen waren in met de lijnbus. Met de connection, met de lokale connection. Met zijn hele gezelschap erin. Ervan uitgaande dat ze die niet zouden aanvallen omdat dat vervelende repercussies zou geven in de internationale pers. Hè? Ik vond dat. Dat heb je vaak bij Bin Laden dat je denkt van. Nou ja, laat ik niet zeggen wat ik nu denk, dus dat gaan we even niet doen. Dus dat zou ik gezegd hebben. Hè? Het is geen oorlog en door deze definitie te kiezen, leid je jezelf naar allerlei problemen die je uiteindelijk niet behoorlijk zult weten op te lossen. En nu zou ik zeggen dat een snelle gefaseerde terugtrekking uit Irak aan de orde is. Om de eenvoudige reden dat mijn indruk is dat we nooit zullen weten wat de toekomst van Irak is zolang die 145.000 Amerikanen er zijn. Het kan zijn dat als ze weggaan dat er een burgeroorlog begint. Dat kan zijn, kan zelfs heel goed zijn. Maar die moet dan toch ooit een keer gevochten worden en dan zullen we zien hoe dat afloopt. En waarschijnlijk levert het niks anders op dan de bestaande driedeling. De Koerden zullen zich hun autonomie nooit meer af laten pakken. Never, nooit niet meer. Dus het gaat eigenlijk tussen de Soenieten en de Sjiïten natuurlijk. Maar zolang de Amerikanen er zijn, zijn alle oplossingen, voor zover je daarvan spreken wil, die zijn van een volkomen tijdelijke aard. En bovendien vormen zij zelf een deel van het probleem. Zo goed als die brave opbouwwerkers in Afghanistan een deel van het probleem zijn. We hebben daar niks te zoeken. 0,0. Het is ook duidelijk dat het terrorisme na Bin Laden zich heel anders ontwikkeld heeft. Was Bin Laden eerst de leider van een organisatie die plannen verzon en geld uitdeelde aan mensen die plannen zouden moeten gaan uitvoeren en mensen opleiden. Bin Laden is eigenlijk daarna een soort mythische figuur geworden. We hebben ook gezien dat de aanslag in Madrid of de aanslag in Engeland of de mislukte aanslag in Engeland. De mislukte, want de mislukken aan de lopende band aanslagen, want de meeste van die terroristen
Daar denk je wel eens, jongen, 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 die zijn nog voor het propenduizenterrorisme zijn ze nog gezakt, hè? Ja, ik zeg vaak tegen mijn echtgenoten dat de wereld blij mag zijn dat ik geen terrorist ben. Want ik zou dat heel, heel anders aanpakken, hè? Want ze doen echt alles fout wat je maar fout kunt doen, hè? Neem nou bijvoorbeeld Samir A, hè? Die is ingerekend op station Lelylaan, waar hij met een, staat er altijd bij, een doorgeladen machinepistool op zoek was naar kamerleden. Scholen die samen bij station schuilen die samen, hoe moet je zeggen. Wat doen die kamerleden op station Lelylaan? Hè? Volgens mij zijn daar nooit kamerleden op station Lelylaan. Dat is nou juist de reden dat het zo'n problematisch station is. Zulke ontzettende sufkoppen. Ik bedoel, als er in Nederland zeg eens 100 jongelui zouden zijn, bereid tot zelfmoordacties. En dat zou een beetje georganiseerd zijn. En iemand, ik bedoel, als je denkt hoe enorm complex en kwetsbaar onze infrastructuur is, hè, ga eens een fijn plannetje verzinnen om, wat zijn nou de meest kwetsbare punten? Laten we even aannemen dat ze bereid zijn om hun eigen leven te geven. Hè? En aan explosieven is het gemakkelijk te komen. Dat kun je op het internet kun je dat in principe ook opzoeken. Hè? Maar zelfs dat kunnen ze niet goed, want was het niet samen je A of een van die andere jongens had de verkeerde kunstmest gekocht. Ja, had die Pokon verkocht. Daar kan het niet mee. Heeft u die lui in Canada, hè, waar zo'n hele club is ingerekend, die elkaar allemaal rond sms'ten en e-mails stuurden van wie dan de premier van Canada het hoofd af mocht snijden? Maar u weet, als u tips nodig heeft, het is niet verstandig om te mailen of te sms'en. Het is ook niet handig om mobiel te bellen. Herinnert u zich nog die tweede aanslag in Engeland die mislukte omdat ze niet afgingen? Ja, ook waarschijnlijk ook Pokon gebruikt. Vlucht die jongen naar Italië, naar zijn broer, en hij belt onderweg elk half uur mobiel. Nou ja, dat is zo'n beetje dat je, hè, dat kun je op de kaart uitzetten, want dat is de mop van het mobiel bellen, daarmee kun je zo'n beetje tot op de vierkante meter getraceerd worden. Dat je ook denkt, jongen, 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 hè. Nee, ik ben wat dat betreft ook niet onder de indruk van de dreiging, waarmee ik overigens helemaal niet wil zeggen dat zich niet misschien in de toekomst dergelijke aanslagen opnieuw zullen voordoen. Dat lijkt mij vrij waarschijnlijk. Maar die nogmaals zijn geen bedreiging voor de cohesie van onze samenleving. Want anders dan in september 2001 werd beweerd, zijn het incidenten gebleven. Het is niet een patroon, het is geen structuur, er zit geen denkwerk achter. Neem die hele club die laatst in Engeland is ingerekend, waardoor we nu dan dus geen flesje Sisi meer mee mogen nemen aan boord. Want juist met Sisi kunnen zeer gevaarlijke explosieven worden vervaardigd. Als je de juiste combinatie weet, dan... wat blijkt daar weer? Dit zijn jongens die dramatisch willen sterven, die hun leven betekenis willen geven in een soort religieus-politieke context. Hè? Want het is duidelijk dat je het niet meer in die vliegtuigen moet zoeken. Hè? Gesteld dat je structureel kwaad wil. Hè? Je hebt een plan, je wil de samenleving ontregelen, je wil werkelijk grote schade aanrichten. Dan moet je natuurlijk niet met die vliegtuigen beginnen, want dat wordt gecontroleerd, daar wordt veel aan gedaan en dan is de kans dat je tegen de lamp loopt is vrij groot. Doe wat anders. Hè? Ja, voordat je het weet, om er een eind aan te maken. Ja. Ja, dat wordt... We hebben morgenavond Kees Schaap van het programma Zembla. Dat is inderdaad een hele brug. Ja. Maar heb je al eens een gezien? Nee. Nee. Was het leuk? Nee, maar daar ben ik toch geneigd om te zeggen dat is toch een beetje wijsheid achteraf. Ik bedoel, op het moment zelf is er een enorm aanbod van informatie in de breedst mogelijke zin. En je weet niet welke onderdelen van die informatie
uiteindelijk zouden leiden tot het ontmaskeren van het complot. Dat weet je namelijk per definitie pas achteraf. Achteraf zeg je pas, hoe is het mogelijk dat? En er is heel veel over geschreven. Je hebt nu dat boek, geloof ik, die Looming Towers, hè, waar dat incident in voorkomt. Waarbij, ik meen, de CIA niet tegen de FBI-agent wil zeggen, die twee lui die clandestien binnen waren gekomen, die in San Diego woonden. Als ze die gepakt hadden, dan is het zeer waarschijnlijk dat het. Maar er waren alle bureaucratische fricties, die zijn er natuurlijk altijd. Die waren niet uniek op dat moment, maar die zijn er altijd. Er worden allerlei dingen gemist doordat diensten niet goed met elkaar samenwerken. Dan wordt er altijd geroepen na de hand, nu moeten ze echt goed gaan. Nu gaan ze echt met elkaar samenwerken. Dat geloof je natuurlijk voor een meter. Hè? Die gaan elkaar weer saboteren, dwarszitten, pesten. Nou ja, waar bureaucraten natuurlijk speciaal voor opgeleid worden. Ja, dat kan, alles kan. Hè? Zoals u weet, de regering Kok wist dat ze Fortuyn gingen vermoorden, maar dat hebben ze. Ze hebben de andere kant op gekeken, want daar kwamen ze wel goed uit. Hè? Ja, maar dan. Ja. Is die stap zo belangrijk? Nee, u. Het is ze simpelweg in de schoot geworpen. U slaat. U hebt dezelfde redenering die u nu geeft, is Pearl Harbor. Hè? Ze wisten ervan, maar ze hebben gewoon een mondje toe, want dan. Het gaf een goede knal en dan konden ze meteen aan de oorlog beginnen. En dat kwam Roosevelt goed uit, want hij wist eigenlijk niet hoe hij aan die oorlog moest beginnen. Maar is het dan niet veel waarschijnlijker dat als je het weet, als de Rumsfelden en de Cheney's enzovoort het zouden hebben geweten. Want het niveau waarop het misgaat is niet Rumsfeld en Cheney, maar god, drie bureaucratische lagen eronder of vier of zoiets dergelijks. Wat ook zou betekenen dat als ze het wisten, dat al die lagen het in principe moeten hebben geweten. He, dus dat het niet drie personen zijn of zo. Het is niet Rumsfeld zelf die bij de NRC aan de microfoon zit te luisteren. Hé, hey, wat hoor ik daar? Dat niet de stem van Bin Laden. Nee, zo gaat het helemaal niet natuurlijk. He. En bovendien, gesteld dat ze het zouden weten. Geldt ook voor Roosevelt. Gesteld Roosevelt wist dat de aanval op Pearl Harbor zou komen. Gesteld Cheney en Rumsfeld wisten dat de aanval op de Twin Towers zou worden uitgevoerd. Dan laat je die aanval grotendeels voor 90% laat je hem rollen en dan stop je hem. Want dan heb je ruim voldoende bewijsmateriaal om tegen het congres en de publieke opinie te zeggen, zie je wel, hè? Want ze hadden toch de Japanse jagers kunnen laten komen, maar de vloot uit kunnen laten varen, een uurtje of twee van tevoren, en alles klaar hebben staan om op de zero's te schieten. En hetzelfde had toch kunnen. Hè, dan waren die F-16's wel op tijd geweest. Om die toestellen naar beneden te schieten. Of weet ik wat ze onder zulke omstandigheden doen. Dat is de fout in uw redenering. En nogmaals, er is niet een soort direct contact tussen de minister van Defensie of de vice-president. En degene die naar die bandjes zit te luisteren. No way. Dan zou dat hele apparaat ervan geweten moeten hebben. Vergeet het maar. Kennedy is gewoon geworden vermoord door Lee Harvey Oswald. Die prima had leren schieten als Amerikaanse marinier. Helemaal. Lees dat. Nee, daarom. U moet een boek lezen van Post naar Case Closed. Dat is heel overtuigend. U bedoelt dat ik een stemadvies moet geven? Ah. Wat? Nee, voor geen meter. Nee. En wat stelt u zich dan voor dat ik dan naast pastors in een eenmansfractie vorm? Ik moet er niet aan denken. Ja, dat nou, dan word je direct door wijsglas afgehamerd. Hè? Kabouterpigel mee. Nee. Nee, ik heb dat, god, ik. Als ik heb drie jaar in de studentenpolitiek gezeten in mijn jonge jaren. En na een jaar of twee wist ik één ding 100% zeker. De politiek is nuttig, politiek is noodzakelijk, politiek is belangrijk. Maar ik wou er niks mee te maken hebben. Ik dacht toen al dat ik graag een functie zou hebben waarbij ik door de overheid betaald boeken zou lezen. Waarover ik dan eventueel mensen iets zou kunnen vertellen. En ja, op een wonderbaarlijke wijze heb ik mijn grootste droom weten te verwezenlijken. Dat is
Nou ja, ik ben niet direct, ik ben donateur van een partij, maar ik ben niet direct politiek betrokken. En bovendien zou ik, kijk, in de politiek vraagt fractiediscipline. Ik begrijp ook best dat dat noodzakelijk is, want het zou natuurlijk een potje worden. Maar ik zal niet meer zeggen, nou, ik sympathies. Ik ben een typische conservatieve PvdA, dat ben ik. Hè? Als er ergens een soort van centrum van de Nederlandse politiek is, daar vindt u mij. Maar ja, de PvdA heeft voor die malle opbouwzending in Oeruzgan gestemd. En daar had ik wel een toespraakje in de Kamer over willen houden, ja. Tegen mijn eigen partij, met die malle koenders, hè. Die oliebol. Ja, sorry.